Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Fontys vlog. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Aniek van de Vleuten. Ik doe IPO en ik zit op het moment in het derde jaar. En vandaag gaan we naar school toe en dan ga ik jullie een campus tour geven. Juist aangekomen op station in Eindhoven. Dus nu pak ik de trein naar Venlo en dan pak ik nog de bus en dan ben ik op school. Zojuist op school aangekomen en dit is de centrale hal. Ik zal zo even een filmpje maken hoe die er precies uitziet. Kijk, en hier zijn plekken waar je kan lekker gaan studeren. Kijk, en als je deze gang uitloopt, dan kom je uiteindelijk bij de kluisjes. Hier rechts zijn eigenlijk alle laadjes van de leraren. Dus als je iets moet inleveren, dan kunnen ze het vragen dat ze dat hierin doen. En dan gooi je het eigenlijk in het laadje van je leraar. Hier links kan je nog steeds lekker studeren. Of je les voorbereiden. Dan gaan we nou naar de kluisjes. Dan gaat hier de deur open. En hier heb je een kluisje. De sleutel van de kluisjes kan je aanvragen. En dan krijg je ook een mailtje voor als jij eerstejaars student bent. Als je er eentje wil. Dan moet je het borg betalen. En dan heb je een van deze kluisjes. Kijk, nu zijn we eigenlijk in de kelder aangekomen van het Fontys gebouw. In de kelder zit eigenlijk ook nog een leslokaal, dus daar gaan we meteen naartoe. En dat is eigenlijk hier. Je loopt eigenlijk de kluisjesgang door. En dan is dit een korte route ervan. Je loopt eigenlijk de gang van de kluisjes door. En dan kan je deze gang, of deze deur door. Hier zijn nog enkele computers die je kan gebruiken. Dan heb je hier nog een leslokaal. En hier rechts nog een leslokaal. Kijk. En je kan ook weer met deze deur naar boven. En dan kom je uiteindelijk ook weer bij de begaande grond. Of je kan de eerste verdieping ook nemen. Kijk, en dan gaan we via de trap van de kelder. Dan gaan we naar de begaande grond. En nu ga ik even naar de bibliotheek toe. Dat is eigenlijk op de eerste verdieping. En dat kan je doen met de trap van de kelder bijvoorbeeld. Maar ook van de trap van de begaande grond. Dus als je het erop neemt, dan kom je uiteindelijk bij de bibliotheek. En dan zal ik even filmen. Kijk, in deze trap, daar ben ik nou net opgelopen. Dus als je hier naar beneden gaat, dan kom je bij de kelder. En hier naar boven, dan kom je bij de eerste verdieping of tweede verdieping. Vanuit de hal kan je ook deze gang in. En hier kom je uiteindelijk bij de pabo-gedeelte. Als je helemaal rechtdoor loopt, dan kom je bij de pabo-gedeelte. Je kan ook daarvoor nog rechts. Kijk, hier bijvoorbeeld, hier zitten lokalen. Maar dat bedoelde ik net even niet. Ik bedoel, hier kan je ook rechts. En dan kom je bij een aula of kantina uit. Kijk, hier kom je bij de pabo uit. Pabo-gedeelte. Nou, hier rechts is de kantine-gedeelte. Hier kan je lekker gaan chillen als je pauze hebt bijvoorbeeld. Je kan ook via deze trap en dan kom je echt bij de kantine uit. En daar kan je iets lekkers halen. Bij de kantine zelf kan je ook nog gaan zitten. Dus dat zal ik even laten zien. En als je vanuit de kantine loopt, kan je weer via de trap eigenlijk naar de centrale hal. En dan is eigenlijk het rondje compleet. Daarnaast aan de centrale hal zit ook een gang. En dat is eigenlijk meer voor de technische opleiding. Die zal er even doorlopen. En
Dit deel is voornamelijk voor mechatronica studenten. In deze ruimte worden vaak schuimmodellen gemaakt. Bijvoorbeeld bij een project heb je een product ontworpen, bijvoorbeeld bij IPO of bij andere vakken. En dan kan je schuimmodellen maken met schuim. En dat doe je eigenlijk in deze ruimte. Dit zit naast de werkplaats, in dezelfde ruimte, of ja, eigenlijk in dezelfde gang. En in deze schuimruimte heb je uitzicht op de parkeerplaats van de Fontys. Hier op de Fontys hebben we niet alleen hoofdtrappen die je kan gebruiken, maar je kan ook aan de zijkant van het gebouw zijn er veel trappen die je kan gebruiken. Hier bijvoorbeeld eentje en dan kom je op de tweede verdieping of bijvoorbeeld de eerste verdieping. Dus, dan zal ik jullie laten zien waar je dan uitkomt. Vaak worden deze lokalen die ik je nou laat zien door mechatronica gebruikt. Of bijvoorbeeld door de les wiskunde, of ja, eigenlijk mechanica heet dat. Dit zijn vaak grotere ruimtes waarbij veel mensen bij elkaar kunnen. Kijk, en dit is bijvoorbeeld hoe een lokaal eruit ziet. Tijdens de les zitten zeker niet alle stoelen vol hoor. Het is maar net hoeveel je in de klas zit. Maar vaak zeker niet met z'n allen, zeker niet alle stoelen vol. Kijk, en dit is de eerste verdieping. Hier heb je genoeg ruimte om te studeren of met je projectgroepje bij elkaar te zitten. Kijk, en dit is bijvoorbeeld hoe een ander lokaal eruit ziet. Vaak met een whiteboard en veel stopcontact eigenlijk. Kijk, en als je deze gang uitloopt, dan heb je eigenlijk ook een plek om te studeren. En dit kijkt weer uit op de centrale hal. We zitten nu op de eerste verdieping. Op de eerste verdieping heb je ook printers die je kan gebruiken. En hiernaast zitten drie collegezalen. Deze zitten allemaal vol, dus ik kan eigenlijk geen kijkje erin nemen. Snacks. En ook hier heb je de wc's. De eerste verdieping. Ook als je de weg niet weet, zijn er ook allemaal van deze borden. En die kan je gebruiken voor de weg. En dan gaan we de centrale trap weer gebruiken. Die wordt het meeste gebruikt. En dan komen we hier op de laatste verdieping, ook wel de tweede verdieping. Hier heb je ook allemaal lokale of en studeerplekken. Naast dat je kan leren in lokalen of op heel veel andere plekken op school zelf, heb je ook van die cockpits. Dat is eigenlijk een ruimte en dan kan je bijvoorbeeld als je met je projectgroepje ergens een bespreking houden, kan je deze reserveren of als die gewoon vrij is, kan je erin gaan zitten. En die zit eigenlijk gewoon dicht, kan je de deur dicht doen en dan heb je eigenlijk ook geen geluid voor anderen. Dit wordt eigenlijk het meest gebruikt als je overleg wil hebben met je projectgroepje. Wat ook misschien heel leuk om te weten is dat de McDonald's hier heel vlakbij zit. Je kan zelfs vanaf het gebouw de M van McDonald's zien. Kijk. Het is ongeveer 5 minuten lopen. Als je wat lekkers wil halen. Zo, ik ben nu van verdieping 2 naar de begane grond gegaan. En dan kan je hier lekker buiten zitten als je zou willen. Tijdens de lunch, want er zit hier langs zit de kantine weer. En hierboven heb je stoeltjes waar je op kan zitten. En hier links is de kantine hierin. Kijk, hier kan je lekker in de zon zitten. Gebouw nogmaals. Zo, ik hoop dat jullie iets aan de Fontys Tour hebben gehad. Heb je nog vragen of iets anders, dan zet het hieronder in, dan ga ik het beantwoorden. Of had je liever een ruimte beter willen bespreken, of een klaslokaal, of weet ik veel? Laat even weten, dan doe ik het alsnog. Volgens mij heb ik zo goed als de school een beetje uitgelegd. Dan wil ik jullie enorm bedanken voor het kijken van deze vlog. En dan hoop ik tot de volgende keer. Doeg!